waarom zijn we hier op het Stadhuisplein in Eindhoven? Nou, hier achter mij zie je dat prachtige balkon hier. De balkonscène? De balkonscène. Waar ik natuurlijk prachtige herinneringen aan heb. Ik heb jouw boek eventjes, vannacht nog even zitten lezen. Ja, heel goed. Berichten uit de Baaiers. Ja. Maar jij komt net uit Garkov. Berichten uit Garkov. Bij Nederland zelf al valt al van mee, maar ik heb met veel belangstelling het boek van twee van jouw collega's gelezen over misdaad in de voetballerij. En dan zeg je, nou, daar zou ik toch ook wel eens even in willen duiken. Jij zegt gewoon, in Nederland worden ook wedstrijden verkocht. Absoluut. Ik ben helemaal naar de galamiezen, jij, hè? Ik ben lichtelijk naar de kloten, maar dat maakt niet uit. We hebben daar gisteren een fantastische dag gehad, overdag. En de wedstrijd hoefde eigenlijk niet veel woorden meer aan vuil te maken. En ik vond eigenlijk het belangrijkste punt, want je kan er heel uitvoerige analyses op losmaken. En dat is denk ik na de afloop van de wedstrijd ook wel gebeurd. Ik heb daar niks van gezien overigens. Maar de overtuiging ontbrak gewoon. Maar na afloop was het natuurlijk wel, als je dan terugrijdt. Oh, en dan nog op dat vliegveld moet wachten en we hebben daar nog even kort de spelers voorbij zien komen. Het ergste was nog, wij stonden daar dus voor de vertrekhal en op een gegeven moment, we stonden op het punt om in te stappen. En toen moesten iedereen moest aan de kant, want toen kwamen de Duitsers kwamen eraan, de spelers. Dus wij moesten daar plaats maken voor de Duitsers. We hebben nog anderhalf uur moeten wachten om die Duitsers daar te zien vertrekken. Dus dat was afgrijzelijk. En jij zat in het vliegtuig met alle spelersvrouwen. Hebben die hebben wel getroost op de wonden, moet ik zeggen. Naast wie ben je gaan zitten? Nou, ik zat even naast de echtgenoten van Robin van Persie in de bus. Boega? Boega en Sylvie heb ik even gesproken. Ja, die meiden waren ook zeer teleurgesteld. Nee, ik had te doen met die meiden. Die zitten, er waren nog een aantal met kleine kinderen ook, joh. En die moeten ook die hele nacht door. We zijn gewoon 24 uur per dag in touw geweest, dus... Dus nee, als jij... Als je er toch bent? Ja, maak je dan nuttig. Er is nog een beetje hoop. Dan moeten we met twee goals verschil van Portugal winnen. Daar geloof je er ook niet in ieder geval. Nee, dat is een strohalm. Bij Portugal speelt Ronaldo. Ja. Nou, zeg het dan ook maar. Valt hij op mannen of op vrouwen? Ja, als ik hem zie en... Ik denk dat er ook heel veel mannen zijn die op hem vallen. Dus wat dat er gaat, houdt elkaar aardig in evenwicht. Lees het eens voor. Voor Hans, ik kijk altijd met veel plezier naar je tv-optredens. Je vrouw zie ik helaas te weinig. Veel leesplezier.